Hallo allemaal, mijn naam is Bas en leuk dat je weer kijkt naar Alles Over Geld. Het is weer tijd voor een huizenmarktupdate, zoals elke maand. Nemen we even de cijfers van het CBS mee, kijken we naar wat andere leuke feitjes. Als je nieuw bent op het kanaal, vergeet dan zeker niet te abonneren en klik ook even op die duim. Kunnen we gelijk beginnen met de video. En dan beginnen we gewoon bij het artikeltje van het CBS over de koopwoningen die in mei 2024 bijna 9% duurder waren dan een jaar eerder. Pakken we de bekende staafdiagram erbij en zien we dat die ontwikkeling van die prijsstijgingen nou toch wel echt flink aan het oplopen is. Een aantal maanden hebben we een daling gezien en nu zien we eigenlijk ten opzichte van de vorige maand weer een stijging van 1,1% op dat jaarlijkse niveau. Vorige maand zagen we een stijging van 1%. Toen zei ik in mijn video, nou als je elke maand 1% hebt, dat is toch wel om te janken. En als we gaan kijken naar de maand-op-maand verandering in mei ten opzichte van april dus, is de maand-op-maand verandering alweer 1,1%. Dus dat is dan ook weer een verhouding, alweer 10% meer dan de maand-op-maand verandering hiervoor. Komen we uiteraard weer terecht op een nieuw hoogtepunt van de huizenprijzen. Als we gaan kijken op de index, was de oude all-time high eigenlijk gewoon de maand hiervoor, hè? 133,9. Momenteel staan we op 135,4. Dat vertaalt zich dan in de volgende gemiddelde prijs van een woning. Schrik niet. Je zag hem misschien ook al in de thumbnail staan. 445.430 euro voor de gemiddelde koopwoning in mei 2024. Dus net als bij de aandelenmarkt zet die huizenmarkt ook gewoon all-time high na all-time high neer. Als we gaan kijken naar de transacties van bestaande koopwoningen, zien we dus nu voor de vijfde maand op rij dat er een stijging is geweest. Dus er worden wel weer aan de lopende band huizen verkocht. Mensen zijn misschien iets minder afwachtend omdat de rente nu gestabiliseerd is. Het lijkt er zelfs op dat de rente langzaam weer zal dalen. Mensen zijn toch wel wat eager om die huizen te gaan kopen. Naast dat de huizenprijzen stijgen, is er natuurlijk ook iets anders dat meestijgt. En dat is dan natuurlijk de gemiddelde WOZ-waarde van een woning. Die was dus 3% hoger ook alweer op 1 januari 2024. Was de gemiddelde WOZ-waarde 379.000 euro. De gemiddelde WOZ-waarde, of de WOZ-waarde op zich, die wordt gebruikt om jouw gemeentelijke belastingen en dergelijke bijvoorbeeld te berekenen. De WOZ-waarde voor 2024 is dus de vastgestelde marktwaarde, die is bepaald in 2023. Dus de nieuwe WOZ-waarde die is gehanteerd of berekend, die 379.000, die gaat dan gelden voor het jaar 2025. Wat leuke cijfertjes erover, althans iets wat mij wel opviel. Normaal gesproken, de stijgingen van de koopwoningen, die waren de WOZ-waardestijgingen eigenlijk altijd voor in de afgelopen jaren. Zo zie je dat de lichtblauwe staafdiagram eigenlijk altijd wel groter was, of in ieder geval gelijk dan die donkerblauwe. En nu is het voor het eerst in eigenlijk de laatste 10 jaar dat de koopwoningen eigenlijk een 0,7% verandering hebben gezien. Verandering. En dat de WOZ-waarde 3% is gestegen. Dus dat is ook nog eens een keer minder positief. Als jij een huis hebt, wat betekent dus dat je weer meer gemeentelijke belastingen moet gaan betalen ten opzichte van de waardestijging van je woning. Nou, dan valt het natuurlijk niet op waar dan de grootste of de hoogste WOZ-waarde is. Dat zien we hier in Bloemendaal terugkomen. Ik weet niet of het een mooie woning is, maar de gemiddelde WOZ-waarde ligt daar op een, moet ik hem eventjes goed weten te vinden, 905.000 euro. Dus dat is toch wel echt heel erg flink. Dan moet je even nagaan dat er eigenlijk, ja, de gemiddelde huizenprijs wat je dus kan aankopen in Bloemendaal minimaal ruim boven die miljoen euro zit. Want de gemiddelde WOZ-waarde is over het algemeen wel een klein beetje lager dan de gemiddelde transactieprijs voor een huis. De laagste WOZ-waarde vind je in Kerkrade, 200.000 euro. Dat is toch wel een wezenlijk verschil en ook wel een wezenlijk andere locatie natuurlijk. En voornamelijk betaal je voor huizen voor de locatie. De verandering vond ik op zich ook nog wel opmerkelijk. In de meeste gemeentes is er dus een positieve verandering geweest wat betreft dan de prijs. Dus het is duurder geworden. Behalve in de oranje gemeentes. En daar is Amsterdam bijvoorbeeld eentje van. Westerkwartier in het Hoge Noorden. Utrecht ook. En Wassenaar ook. Dat is toch wel opmerkelijk. Want daar zijn over het algemeen wel dure huizen. Dus dan zou je ook wel verwachten van, hey, waarom wordt die WOZ-waarde daar dan niet meer? Ja, dat vind ik toch wel opmerkelijk te noemen. Voor de rest, wat nog wel misschien leuk is om mee te nemen, de gemiddelde WOZ-waarde in Noord-Holland is het hoog, 262.000 euro. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat onder andere Bloemendaal en Amsterdam natuurlijk in Noord-Holland liggen. Op de voet gevolgd door provincie Utrecht, 450.000 euro. Dus daar zie je al dat in die provincies eigenlijk de WOZ-waarde al ook weer een stuk hoger ligt dan die gemiddelde huizenprijs die we überhaupt in Nederland zien. Dus dat is wel interessant om mee te nemen. Ander interessant stukje wat ook gepubliceerd werd door het CBS, waar ik deze week achterkwam,
Eigenlijk is het natuurlijk niet echt achterkomen. Het is waarschijnlijk iets wat je vaker om je heen hoort. Voor jongeren is het moeilijker om uit huis te gaan. Ik moet zeggen, de meeste van mijn vrienden die hebben nu wel een eigen huis. Maar een generatie jonger, dus mijn broertje, vrienden van hem. Het is toch wel lastig om een koopwoning te vinden, omdat ja, die huizenprijs is hartstikke hoog. En huren is ook gewoon schofterig duur. Als we gaan kijken hoe dat wordt uitgedrukt in percentages. Mensen die graag op hunzelf willen. Hoeveel procent lukt het er nou van om binnen 2 jaar ook echt te verhuizen en zelfstandig te gaan wonen? In 2015 tot 2018 was het nog 51,1%. Maar we zien dat we na een daling van een paar procentjes nu inmiddels zitten op een 45,1%. Ten opzichte van, 8 tot 5 jaar geleden, is dat toch wel een daling in hele procenten van 5% of van 6%. Maar als je gaat kijken relatief is het natuurlijk een stuk meer, hè? Want van 51,1 naar 45,1 is natuurlijk gewoon een daling van bijna 12%. Dan viel het ook nog op dat steeds meer mensen dus een koopwoning willen ten opzichte van de jaren hiervoor dan. Als je gaat kijken, hier was nog een bijna 2/3 wat een huurwoning wilde en nog maar 1/3 voor een koopwoning. En dat komt dus ook steeds meer naar elkaar. Huurwoningen zijn niet meer populair. Heeft er ook mee te maken dat het hartstikke duur is. En er komen ook steeds minder huurwoningen. Daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. En als we dan gaan kijken waar die 51,1% en die 45,1% nu dan echt naartoe verhuizen, dan hebben we dit hier. Het grootste gedeelte gaat toch nog wel naar een huurwoning. Dat lichtblauwe gedeelte. Je kan natuurlijk hartstikke veel willen, maar nog steeds gaat het grote gedeelte gewoon naar een huurwoning. Vaak zal dat dan een kamer zijn, omdat het iets makkelijker te betalen is. Maar de wil is in ieder geval wel een stuk groter om naar een koopwoning te gaan. Over koopwoningen gesproken en dan ook over rentes gesproken, pakken we natuurlijk altijd even de rentes erbij in de Alles Over Geld huizenmarkt update. Als je trouwens deze video leuk vindt, klik even op die duim. Dat helpt het kanaal weer groeien en abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Pak ik ondertussen even de rentes erbij. De 10-jarige rente op een annuïteithypotheek, dat is eigenlijk degene die we altijd erbij pakken. Momenteel zien we WoonNu dus met het laagste 3,73%. Afgelopen maand hebben we natuurlijk een klein kwartje van de ECB gezien dat de rente, de algehele rente op euro's, naar beneden is gegaan. Dat zien we dus nu ook bij spaarbanken, dat zij de rente een klein beetje naar beneden zullen doen. Je spaargeld gaat dus minder opleveren. Maar dat zal op de lange termijn ook weer ervoor zorgen dat je hypotheek ook minder geld gaat kosten. Zo zien we dat eigenlijk de eerste grote jongen die we tegenkomen is de Nationale Nederlanden met 3,77%. En ik vraag me af hoeveel we er nu nog onder of boven die 4% vinden. Het laatste rijtje zit nog onder boven de 4%. Maar het grootste gedeelte zit voor die 10-jarige annuïteithypotheek toch wel gewoon lekker onder de 4%. En dat is toch wel fijn zo gezegd. Als we dan de rentevaste periode even aanpassen naar 30 jaar, dan heb je eigenlijk bijna niks onder de 4%. Dus dan moet je toch wel gaan kijken naar 4% plus. Dus afhankelijk, als jij nu een huis gaat kopen, is het misschien goed om met je hypotheekadviseur een constructie te bespreken met een inschatting waar je misschien de laagste rente voor de lange termijn kan afsluiten. Voordat we naar het huis van de maand gaan, neem ik ook nog eventjes mee over het stukje beleggers en huurders. Meer huizen verkocht met een NAG-hypotheek, doordat de belegger minder interesse heeft. Wat is nou zo'n NAG-hypotheek? Nationale hypotheekgarantie, die kan je afsluiten als je het dan op een gegeven moment niet meer kan betalen, hypotheek, doordat je arbeid ongeschikt raakt of misschien ga je wel dood. Ik hoop het allemaal natuurlijk niet. Maar dan is er een fonds wat die kosten kan opvangen. In 2023 zijn er ruim 83.000 garanties afgegeven. Dat is 46% meer dan een jaar ervoor. Volgens de NAG heeft er dus 2 redenen. De eerste is de maximale woonprijs om een garantie af te sluiten is omhoog gegaan naar 405.000. Die lag op 380 uit mijn hoofd. Dus meer mensen komen ook weer in aanmerking voor die nationale hypotheekgarantie. Al stijgt het natuurlijk niet zo hard als de huizenprijzen. Dus uiteindelijk komt dat ook weer in balans natuurlijk. En beleggers kopen een heel stuk minder huizen op, omdat het gewoon een heel stuk minder interessant is om te huren. En dan ga ik weer eventjes helemaal terug naar een stukje waar ik het over had een paar maanden geleden. Over Hugo de Jonge, die zei, ik los die huizenmarkt wel eventjes op. Het wordt steeds moeilijker voor huurders of voor beleggers om huizen te gaan verhuren. Zo creëer ik een grotere koopmarkt en wordt het makkelijker om een koopwoning te vinden. Ja, dat is waar, maar daardoor zijn er niet in één keer meer woningen. Zo zie je dus dat die huurmarkt beetje bij beetje helemaal wordt afgekneld. Mensen willen al minder huren, maar ook gewoon omdat het aanbod gewoon heel klein is. En wat gebeurt er bij een heel klein aanbod en een redelijk gelijkblijvende vraag of een iets kleinere vraag? Dan stijgt die prijs natuurlijk en dat is iets wat je niet wil. Dan gaan we nu even naar het huis van de maand.
Ik heb deze keer een huis van de maand gekozen aan de hand van een Twitter-account Fundafun. Ga hem eventjes volgen als je het nog niet volgt. En deze keer heb ik het niet gevolgd, of niet gekozen moet ik zeggen, omdat het huis nou zo speciaal is. Maar omdat er een hele creatieve makelaar is geweest. Dan pakken we even de populiere straat 37 erbij in winkel. In principe, eigenlijk zou dit echt perfect zijn als ik nu aan het kijken ben voor mezelf. Niet qua locatie, maar qua huis natuurlijk wel. Eén gezinswoninkie. Lekker veel ruimte, mooi tuintje. Maar dit is toch wel prachtig als jij als makelaar een beetje lol wil hebben in je beroep. Lekker wat fotootjes van jezelf tussendoor plakken op de piano. Hier kan ik nou echt van genieten. Dus als je dit soort dingen vindt op Funda, laat het eventjes weten. En misschien neem ik het volgende maand wel mee in het huis van de maand. Deze makelaar, waar werkt hij? Ik wil hem toch even een kleine shout-out geven. Bij de Vliegende Makelaar. Nou, als je zo veel lol kan hebben in je werk. En dan maak je Funda ook nog een beetje leuk. En het is een opvleuring van mijn video's. Daar alleen maar dikke respect voor. Nog eventjes kijken waar dit huis ligt. In winkel zogezegd. En waar ligt dat? Want misschien is het interessant voor mij om het te kopen. Maar dan zit je toch wel ergens richting the middle of nowhere. En ik zit toch wel momenteel even wat liever in de Randstad. Dan wil ik het vandaag eventjes hierbij laten. Laat me even in de comments weten wat je van de video vond. Laat nog even een duimpje achter. Abonneer nog eventjes. Bedankt voor het kijken naar Alles Over Geld. Tot later.